Hallo kijkers van Harmafoto, welkom bij deze gloednieuwe en vijfde aflevering van Het Laatste Kasteel en tevens ook de seizoensfinale. Het is alweer de laatste maandag van de maand juni, daarom is vandaag de seizoensfinale van Het Laatste Kasteel waarin we het hebben over de grootste onmogelijkste missie ooit. Ik weet nou niet of dat juist de tekst van de adelaar is geland was of van dit. Het maakt in ieder geval niet uit. We gaan meteen beginnen. Weten jullie wat er in de afgelopen vier afleveringen gebeurd is? Hier even een korte flashback. But I tried not to be a father at all. En dan merk je dus al, zij zegt dus van, je was eigenlijk nooit echt een vader voor mij. My men and I are vastly outnumbered. De gevangenen die zijn met veel meer dan wij zijn. Wij zijn met de minderheid, zij zijn de vijand. We bevinden ons eigenlijk altijd achter de vijandelijke linie. Maar dan is het eigenlijk al te laat, want de hele opstand is begonnen op dat moment. Now! Moment! Van gaat die steen aankomen op het gebouw dwars door de ruit van het gebouw waar de commanding officer, kolonel Winter, zit. En we eindigden de vorige aflevering met de flashback dat kolonel Winters dan tegen Erwin zegt, jullie moeten alle gevangenen laten liggen, want als ze niet gaan liggen en zich niet overgeven, dan moeten we overgaan tot een gevecht en dat wil je echt niet hebben. En alle gevangenen die kijken zo van, wat moeten we nu precies doen? Kolonel Winters zegt, allemaal tegen de grond, Erwin staat daar zo van, ja, wat nu? I will give that command one more time. Then I will fire into them. Surely you don't want that on your conscience, do you, prisoner Erwin? En Erwin kijkt kolonel Winters weer aan met eigenlijk het gezicht van, kijk, we hebben de beslissing genomen. Wij luisteren niet naar jou. Als jij zegt, ga liggen, dan gaan wij niet liggen. Pech gehad. All prisoners down on the ground. Now. En ondanks dat al die schutters daar bovenop die daken helemaal niks aan het doen zijn, terwijl kolonel Winter zei, jullie moeten schieten als ze blijven staan, denkt hij van, nee, maar ik heb dit in de hand. Dus hij roept nog even, wait, alsof ze anders niet zouden wachten. In ieder geval, de schutters bovenop de daken, die wachten nog even. Wait. Yates, die zei, zegt dan nog van, ja, maar we kunnen ons er toch ook gewoon uitvechten? We zijn met heel veel gevangenen. We don't have to do this. We'll fight on. Maar het nadeel op dit moment is, als ze nu allemaal gaan liggen, dan geven ze toe aan kolonel Winters van, jij bent onze baas, wij luisteren naar jou. En het hele idee van de film is, wij luisteren niet naar kolonel Winters, dus dat zou een verlies zijn. Maar die mannen daarboven, die niet schieten op dit moment, die zijn ook weer allemaal niet aan de kant van die gevangenen. Als die gevangenen nu gaan vechten, dan denken die sluipschutters op die daken van, oké, dan grijpen wij in. Dus eigenlijk nu zit je hier in het duivelste dilemma van, wat doe je, buigen of barsten? No. It ends here. Men, get down. En dan denkt Erwin, oké, dan maar buigen. Dus die laat al zijn mannen laat die gaan liggen. En dan uiteindelijk gaan al die mannen liggen. En dan zijn er nog twee die blijven staan. Hij zelf en gevangene Yates. En dan zegt hij maar even als opperbevelhebber, commander-in-chief, ja, Yates, jij moet ook gaan liggen. Want ik ben de enige die blijft staan of zoiets. You too, Yates. Ik vind altijd dat een generaal verantwoordelijk moet zijn voor zijn leger. Maar ik vind altijd niet dat een generaal moet blijven staan als zijn hele leger weg is. Ik vind, zorg dat je leger weg is en ga dan zelf ook weg.
Je ziet Yates nog even over zichzelf twijfelen. Wat doe ik? Buigen of barsten? Maar dan zegt Erwin, Yates, dit is mijn bevel, ga liggen. En dan gaat ook Yates liggen. It's an order. Het is trouwens wel echt de saaiste aflevering. Mochten jullie kijken en denken, er komt nu nog een heel vuurgevecht, dat komt niet. Het is een beetje... Het grappige is, dit is eigenlijk exact hetzelfde als De Adelaar is geland. De aflevering waarvan jullie daar het meest hebben gekeken is het moment dat van dat enorme gevecht in die kerk. En hier gaat waarschijnlijk ook de meest bekeken aflevering de vorige worden en niet deze. Maar in ieder geval, nu weten jullie hoe het verhaal afloopt. Dus, Erwin die staat daar nog met de vlag in zijn handen. Wacht, dit gaan we... Wie is mij aan het appen? Dit gaan we even naspelen. Wacht even, ik pak hem er even bij. Erwin heeft nog altijd de vlag. Het idee van de serie was dat Erwin de vlag die hij in zijn hand heeft op de kop op zou hangen. Een vlag op de kop betekent al ongeveer sinds 1500 dat er iets echt goed mis is in een kasteel. Alleen het nadeel is, de missie is nu een beetje mislukt. Hij heeft nog wel de vlag onder zijn arm. En wat zou er nu gebeuren? Nou... Give me my flag. Dus Colonel Winter zegt, nou, geef mij mijn vlag. En in plaats van het zo te geven, zegt Erwin, nee, dit is helemaal niet jouw vlag. Jij bent deze vlag niet eens waard. It's not your flag. In Nederland moet ik zeggen, als je de vlag verkeerd omhangt, dan krijg je een Franse vlag. In Amerika is dat echt een belediging als je de vlag verkeerd omhangt. Dus een soldaat zou dat eigenlijk nooit toe moeten laten dat dat gebeurt. Dus Erwin die loopt met de vlag. Ik ga hem wel even iets netter vastpakken. Zo, ik had hem net helemaal goed vastgehouden. Naar de vlaggenstok. Om hem verkeerd om te gaan hangen. En dus te laten zien van kijk, het kasteel is echt gevallen. Maar Colonel Winters is daar natuurlijk niet blij mee. Open fire on that man, that's an order! Dus die roept tegen die mensen op het dak van schiet op die man, maar niemand doet dat eigenlijk. Want niemand die heeft zin om een beetje die half onschuldige man neer te gaan schieten. Dus eigenlijk doet ook niemand dat. What are they doing? Do it now! Open fire! Dus terwijl Colonel Winters daar eigenlijk een bevel geeft van schiet, doet niemand dat. Want iedereen heeft het gevoel van ja, maar hij heeft tot nu toe nog helemaal niks verkeerd gedaan. Dus waarom zouden we gaan schieten? Do not let him desecrate that flag! Open fire on that man! En ondertussen pakt Erwin die vlag en die rolt hem alvast een beetje uit, zodat je echt de hele vlag krijgt. Dan zie je opeens dat Lorenz, de tweede commander in die gevangenis, eigenlijk de macht overneemt. Die zegt tegen iedereen van blijf waar je bent, volg die kolonel niet. Die gaan nu verkeerde dingen doen, wij gaan dat niet doen. Nebot, with me. Nebot, stay where you are. Dus de kolonel staat er eigenlijk, net als Erwin die naar de vlaggenstok toe loopt, alleen voor. En dan zie je inderdaad dat Erwin de vlag pakt. En rustig, bij mij gaat het een stuk makkelijker moet ik zeggen. Ik heb hem nu al, maar die hijst hem rustig omhoog, die vlag. En dan, de spoiler had ik al gegeven. Want mijn vlag die ik hier heb, die hangt ook gewoon goed, rood, wit, blauw. En Erwin die had de vlag gewoon zoals een normale vlag gehezen moet worden. Opgehangen met de stars en de stripes bovenaan. Dus, zo'n lamp is niet handig. Ik raak mijn hele verhaal kwijt. Oké, zo'n lamp is echt niet handig. Erwin die heeft die vlag gewoon gehezen zoals je een vlag hoort te hijsen. En dan de kolonel, die zag dat niet, want die dacht, die gaat hem verkeerd om vastmaken. Do you see what he's doing?
Don't you see what he's doing? Step away from the flag! Step away from the flag! En daarom schiet de kolonel dus op hem. En dan ziet opeens iedereen dat die vlag gewoon is uitgehangen zoals die uitgehangen moest worden met rood-wit-blauw. En dan wordt het eigenlijk bekend dat die kolonel hem voor geen reden heeft neergeschoten. Colonel. Sir, it's over now. Just give it to me. De kolonel geeft zich over en alle soldaten die salueren naar de goed hangende vlag. En dat is hoe de film eindigt. Aan het eind van de film zie je niet dat Erwin het overleefd heeft. Eigenlijk zegt iedereen die de film beschrijft dat hij het niet heeft overleefd. Maar het zou prima kunnen dat hij het wel heeft overleefd. Qua een paar schoten met een pistool en zo. Er zijn genoeg mensen die dat overleefd hebben. Ik hoop in ieder geval, ik zet heel even de vlag weg hoor. Ik hoop dat jullie heel erg genoten hebben van deze vijfdelige serie op maandag in de hele maand juni, Het Laatste Kasteel. En dan zie ik jullie hopelijk weer terug bij een gloednieuwe maandagserie in juli. En tot ziens. Tot later. I will give that command one more time. Then I will fire into them. Surely you don't want that on your conscience, do you, Prisoner Erwin? All prisoners down on the ground!